Dag lieve mensen, welkom bij dit bericht. Even een klein bericht. Ik ga een healing doen, een Angel Shaman Power Healing, via Zoom voor de nieuwe maan. En aangezien ik net een engelenboodschap opgenomen heb van Aten en Michael, kreeg ik te horen dat het rond de 14e, 15e moest zijn. Ik had eerst gedacht de 14e, maar dat viel me in, dat is Valentijn. Misschien doen jullie daar iets aan. En dus dan heb ik zoiets van, nee, even niet. Waarschijnlijk de 15e of zo. Moet ik even kijken. Maar de datum, dat komt nog. Maar hij gaf aan, het maakt niet zoveel uit als je wat eerder bent met de healing. Omdat die energie natuurlijk ook al eerder aanwezig is in het universum, in de kosmos. Dus dat mag. En hij gaf ook aan, vanaf de volle maan, wat we net hebben gehad, naar de nieuwe maan, is er een heel groot portaal, een heel grote krachtige energie in werking. Die je dus kunt gebruiken om dingen te manifesteren. En jouw dromen te manifesteren. Maar als je informatie wil hebben over wat er dan gaat gebeuren qua healing, qua energie. In die video zit dus ook een soort healing. Michael gaf ook aan van mensen die er al klaar voor zijn, die gaat hij dan op dat moment helpen dat ze de video kijken. Mensen die er nog niet klaar voor zijn, zal dat rond de 14e, 15e zijn, dat die gaan stromen. Dat gaat stromen bij hun in aanloop naar de nieuwe maan. Om heel veel energie te helen, compassie met jezelf te hebben. En vanuit jouw basis, vanuit jouw basischakra en vanuit jouw hartchakra gaan creëren. Vanuit jouw zonnevlecht. Dus dat is wat we dan gaan doen in die nieuwe maanhealing. Dat we die creatiekracht gaan gebruiken. En dat ik je ondersteun bij het in balans komen van jezelf. Zodat je die ten volle kunt benutten. En vanaf de nieuwe maan ook eigenlijk dat kunt neerzetten wat je graag wil. En alles wat er dan nog geheeld mag worden, heb je natuurlijk in het traject dat nog de volle maan energie ook nog een beetje doorcijpelt, kan er dus ook nog iets opgelost worden vanaf die datum tot aan de nieuwe maan. Dus dat is eigenlijk de bedoeling. En bovendien, dat had hij al eerder aangegeven, van je moet dat dan voor de nieuwe maan doen. En toen dacht ik van, wanneer is eigenlijk nieuwe maan? Moest ik even checken. Dat is dan ook carnavalsmaandag. En zoals jullie weten, ik woon in Limburg, uiterste zuiden van Limburg. Daar wordt carnaval gevierd, ik ben een carnavalsgek. Dus wat dat betreft, en zeker de maandag, dan is optocht. Dan ben ik inderdaad wel, dan ben ik niet aanwezig. Dan ben ik ook niet alert genoeg om een reading te geven of een healing te geven. Dus dat ga ik ook niet doen. Maar dat gaan we dus ervoor doen. Dus als jij zegt van, kijk even dan ook het bericht wat ik dadelijk post, of al heb gepost, nee, dat ga ik dadelijk posten. En dan, dan zul je merken waar het over gaat. Want daar, met die energie gaan we dan werken, dat creëren wat je graag wil. Nou, misschien zie ik je bij die Zoom-sessie via de Angel Shaman Power Healing. Dat gaat via een Zoom-sessie, kun je aanschaffen. Komt ook nog allemaal op de website. Ik zal het ook delen. En anders zet ik het hier onder de video, maar dat komt dan nog morgen, denk ik. Daar heb ik nog even geen tijd voor vandaag. Dus wat dat betreft, dat was even mijn korte bericht. En ik hoop jullie snel te zien. Ik hoop jullie snel te horen weer. En ik spreek jullie zodra het kan. En dankjewel voor het kijken en namaste.